Yo, Brennus, ik ben Renske en welkom bij deze nieuwe video van GTA 5 Online. En vandaag heb ik jullie een video over de gloednieuwe CEO 2.0 update. Nou, gisteren is deze update uitgekomen en dit is zeg maar een uitbreiding van de CEO update die we al kenden. En wat je hier dus bij krijgt is ten eerste nieuwe voertuigen die je hier dus kan zien. Dit zijn de gewone voertuigen. Er zijn ook nieuwe Pegasus voertuigen. Die zal ik waarschijnlijk later vandaag laten zien in een andere video. En dat zijn dit soort voertuigen, die Ramcar en zo. Die zal ik later vandaag laten zien. Dus ik zou zeggen, hou mijn kanaal in de gaten. Maar verder heb je ook nieuwe missies, nieuwe kleding, nieuwe garage zoals je hier kan zien. Enorm vet, hier kunnen 60 auto's in. Dus enorm groot. Maar dat laat ik jullie allemaal nog zien. Deze video gaat speciaal over deze voertuigen. Nou, je zult gelijk denken van, huh? Maar deze voertuigen zijn niet allemaal nieuw. Nou, deze motor is nieuw. Maar deze Skyline is niet nieuw. En dat komt dat je deze kan aanpassen nou bij Benny. En dan wordt hij compleet anders. En dan wordt een ouderwetse R33. Dus die gaan we zo meteen tunen. En dan heb je deze soort van Jaguar. En als laatste een Lamborghini. Nou, ik zou jullie eventjes de prijzen laten zien voordat ik dat vergeet. Dus deze auto's zijn op zich niet al te duur. Ten eerste natuurlijk, die Skyline is gratis. Dus dat is helemaal mooi. Die motor is dus 170.000 keer tunen bij Benny blijkbaar. Beetje raar, maar daar gaan we zo meteen kijken. Dit is dus hoe die Skyline zo meteen kan worden. Dus lijkt echt niets meer op de auto die dus nou in de garage staat. Verder rest heb je nog die andere twee. Dat zijn de Pegassi Tempesta en de Oostlet Penetrator. En zoals je kijkt, de prijzen zijn op zich niet verkeerd. Dus valt mee. Nou, origineel zouden er eigenlijk meerdere voertuigen bij deze update zitten. En nou hebben ze besloten om die overige voertuigen, dat zijn volgens mij nog een Bugatti Chiron, een Ferrari, een Aston Martin, een ouderwetse Porsche. Al dat soort auto's die worden in de loop van de weken telkens uitgebracht. Dus bijvoorbeeld laten we zeggen volgende week twee auto's, de week erop twee auto's. Zodat niet alles in één keer komt. Dus er komen nog meer auto's bij die dus nou nog niet in zitten. Maar weet je wat, ik ga beginnen met deze auto. Want hier heb ik serieus lang op zitten wachten. Want zoals jullie misschien weten, ik ben echt een grote fan van tuners. En nou kun je hier dus een ouderwetse Skyline van maken. Ik zal eerlijk tegen jullie zijn, jongens. Ik heb net al een keer de Skyline getuned. Ik was gewoon zo benieuwd hoe die zou worden. En ik moet zeggen, het is echt een waanzinnig vette auto. En die andere auto's heb ik nog niet gekeken. Maar die Skyline, ik heb een zwak voor Skylines. Ik moest gewoon eventjes kijken hoe die zou worden. Ik heb hem net Midnight Purple gemaakt. Hij staat nog in mijn garage. Dus ik zal hem zo meteen nog wel even laten zien anders. Maar het is heel erg raar. Moet je maar eens kijken wat er gebeurt. Dit is dus een moderne R35, hè. En als ik op upgrade klik, dan krijg je de Retro Elegy. En dat is de R33 volgens mij. En dat is best wel raar. Ik zou het liefst de R34 willen zien, maar dit is volgens mij de R33 of R32. Niettemin, nog steeds een enorm vette auto. We gaan hem even samen tunen. Dus alle standaard upgrades die gooien wij natuurlijk gewoon op. Bumpers. Er zijn redelijk wat opties, moet je maar kijken. Stickerbom, nou dat doen we niet, dat is lelijk. Dit is dan gewoon mijn carbon fiber. Pipa. En dan aan het einde natuurlijk echt zo'n race versie. Deze vind ik op zich best vet. Maar ik wil toch een beetje een normaal auto overhouden. Dus ik denk dat we voor deze gaan. De Painted Extended. Rear bumpers zijn er vier. Alle vier niet echt wat ik het liefst zou willen zien. Ik vind ze een beetje too much. Maar we kiezen voor deze. Bumpers. Kijk eens aan. Je kunt het logo uit de grill weghalen. Daar staat Elegy. Ik dacht eerst dat er GTS stond, maar er staat dus inderdaad Elegy. Vind ik op zich best wel komisch, zo met zo'n rood lettertje. We kunnen het weghalen. We kunnen gewoon heel de grill weghalen. Dan kunnen we de weet je ding ook weer? Radiator naar beneden plaatsen. En leeg. Nou, ik denk dat we voor deze gaan. Ik wil de Elegy logootje er wel in hebben staan. Intercoolers heb je dus verschillende varianten van. Je hebt mijn tekst erin, daar staat dus. Wat staat er eigenlijk? Hoe heet de merk ook weer? Anus of zoiets? Anus, weet ik veel. We doen deze. Op zich wel prima. Het is trouwens best vet, je kunt zo meteen kentekenplaat even plaatsen. Dus dat komt daar ook nog. Waar voor de rest nog meer? Chassis, niet te vergeten. Headlight trims. Dit is heel erg raar. Je kunt dus een koplamp weghalen en dan krijg je een soort van intake voor de turbo ofzo. Of je hebt helemaal geen lichten meer. Beide intakes. Ik denk dat we hem gewoon zo houden. Dat vind ik op zich wel het meest normale. Dat je gewoon normale koplampen hebt. Doors. Dan heb je zo'n trim. Dat is zeg maar voor de zon. We kunnen een paint en een carbon. Weet je wat, we doen een painted. Waarom ook niet? Fenders.
Aan de voorkant kun je moeilijk zien, maar dan heb je dus een soort van inhammetje. Hier aan de achterkant wordt hij dan een stuk breder, zoals je kan zien. En je hebt een soort van white body. En dan met paint en carbon fiber. Nou, ik zou eerlijk zijn, de white body op deze auto, het kan. Maar ik heb dat liever niet. Ik vond dit op zich best wel sick. Die wide angular rear fenders, dus deze doen wij. Ik vind het jammer dat je de wielen niet verder naar buiten kan zetten. Dus dat is wel iets wat ik mis. Engine upgrades. Daar zijn wij gewend van Benny natuurlijk, dat je heel die motor kan pimpen. Dus carbon fiber. Weet je wat? Dit doen wij. Wat zullen we doen? Weet je wat? We doen het rood. Whatever. We doen de auto zo meteen blauw, dan doen we daar gewoon rood. Gewoon om het een beetje. Whatever. Aan te passen. EMS upgrade natuurlijk, dat is allemaal motorisch gewoon. Exhaust. Oké, je hebt dus verschillende exhaust. Je hebt één exhaust aan de linkerkant. En je kunt er ook voor kiezen om dubbel te doen. Nou, ik vind dubbel, dat hoort niet onder de Skyline. Dus wij doen een enkele. Dus een loggrote. Explosives is niet van toepassing. Grill. Oké, je hebt verschillende grill dingetjes. Ja, maakt niet heel veel uit op zich. We doen carbon fiber. Hood. De motorkap is dat natuurlijk. Je hebt dus accessoires. Er zijn van die clipjes om de motorkap dicht te houden, zodat die niet open gaat als je een lochtkrachtige auto hebt. En er zit ook zo'n heel raar lipje voor. Waarom dat zie ik? Ik snap dat niet, maar vind ik persoonlijk bijzonder lelijk. Dus die heb ik liever niet op. Dus we doen deze. Deze vind ik op school nice. Verschillende motorkappen. Je hebt stickerbom weer. Een paar redelijk simpele. Dit zijn echt van die Nismo motorkap. Echt bekend van de Skyline. Dat is vet. En heb je dan nog. Of niet speciaal van Skyline. Heb je ook voor Sylvia en zo. Maar niet uit. En heb je ook nog carbon fiber. Oh, nou snap ik waarom die grill net. Dat lipje. Dan heb je dat. Dat is op zich een leuk idee. Weet je wat? Ik probeer even iets uit. We zagen net bij die accessoires. Zag je dat ding? Kijk. Oké. Dan is hier helemaal carbon fiber voor. Ik weet niet of ik dat wil hebben, carbon fiber eigenlijk. Weet je wel, ik heb de keuze gemaakt om geen carbon fiber te nemen. Whatever. Horn hebben we niet nodig. Interior, je kunt dus weer heel het interieur van de auto aanpassen. Zoals al bij al die andere kon. We hebben een zonnestrip. Trim color. Welke kleur zullen we dat doen? I don't know. Waarschijnlijk gewoon blauw of zo. Ik denk dat we voor het interieur voor rood kiezen. En dat klinkt misschien gek omdat het exterieur van de auto is blauw. Maar als het goed is, krijg je zo meteen stoelen met rode gordels, dus dan past dat een beetje bij elkaar. Dashboard kun je helemaal aanpassen, zoals je kan zien. Echt helemaal extreem. Het is een racecar. Dials kun je aanpassen. En echt tot iets waarvan ik zeg van, oké, little bit too much. Dit past totaal niet bij deze auto. Dus dat gaan we niet doen. We houden nog een beetje normaal, we kiezen voor deze. Doors kun je weer aanpassen, carbon fiber of gewoon echt helemaal gestript. Nou ja, ik vind carbon fiber. Het moet ook weer niet te extreem, hè. Ik bedoel, come on, dit is een tuner. Het is geen gekke racecar. Nou zijn die stoelen ook rood. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik dacht alleen die gordels. Ah, wat kan mij het boeien. Steering wheel. Dat blauw vind ik op zich wel leuk. Dashboard kleur. Of in ieder geval niet dashboard, maar de... Ja, je weet wat ik bedoel. Je snapt wat ik bedoel. Welke kleur zullen we dat doen? Ik wil eigenlijk blauw. Oh, wacht, dit... Dit is een mooi blauw. Deze vind ik prima. Roll cage. Zullen we een rolkooi erin gooien of niet? Is dat nodig? Ik zeg, ja zeker, dat is nodig. Vooral met mijn rijkunsten is een rolkooi nodig. Dat is van toepassing. Xenolights. Neon kitje. Want why? Nou, het is een tuner. Hier wordt neon onder. Ik heb blauw nodig. Waar staat blue? Blue. Hoppakee. Liveries. Oké, er zijn liveries voor deze auto. Ik vind ze persoonlijk niet mooi. Misschien jullie wel, dat is aan jullie. Je hebt twee strepen eroverheen. Nou, kan nog wel. In het zwart, op zich ook niet verkeerd. Dit vind ik op zich nog best vet. Maar dit is dan echt van die Skyline van de Fast and the Furious. Of in ieder geval, dat probeerden ze na te maken. Nou, ik vind het zo mislukt dat ik kan dit niet doen. Ik kan het er niet op scoren. Ik vind het zo lelijk. Dus, dit is roest volgens mij. Oké, helemaal verkracht. En dan nog een paar livery van die raceauto's. Niet voor mij weggelegd. Please. Oké, je kunt dus hier kentekenplaat een keer weghalen. Je kunt hem plaatsen naar links of rechts.
Ik vind het op zich wel vet. Dat is echt iets wat die tuners altijd hebben. Dan maken wij hem... Zullen we hem zwart doen of zullen wij hem gewoon wit laten? We doen yellow and black. Dat is op zich wel cool. Respray. We maken hem blauw. Dat had ik net al gezegd. Op zich rood en zo is ook gewoon fucking sick. Deze auto is denk ik in heel veel kleuren vet. Maar we gaan nu voor blauw. Dat is denk ik even de makkelijke weg. Hebben we nog gekke kleuren blauw? Wat is de mooiste kleur blauw? Ik denk dat het gewoon blue. Ja. Het wordt simpel blauw. Kijken. Blue. Ziet er al netjes uit. We missen alleen nog natuurlijk de spoiler en de side skirts volgens mij nog. We zijn nog niet klaar. Trim color. Oh, dat is van binnen. Die hadden we al gehad. Oké. Roof. Oké, als het goed is kun je een roof scoop erop zetten. Kijk, een roof scoop in het carbon fiber of in blauw. Nou doen we blauw. Je kunt heel het dak trouwens veranderen. Dat is ook waar. Je kunt heel het carbon fiber dak erop gooien. Met al die gekke vortex dingetjes. Het past niet echt bij een skyline vind ik, maar... Whatever. Ik ga er vrij snel doorheen. En alsnog zijn we gewoon heel lang bezig met deze auto. Sorry, de volgende auto's gaan waarschijnlijk een stuk sneller. Drift skirts. Spoiler, oké. Moet je kijken hoeveel verschillende spoilers er zijn. Er zijn 21 spoilers voor deze auto. Dat is echt belachelijk. Kijk eens aan. Ik ga er met een beetje tempo toch wel doorheen. Ik heb al een besluit genomen welke ik waarschijnlijk kies. Oh, wacht, dit is ook wel. Dat is wel nice. Een paar van dit soort aftermarket spoilers. Zo'n gekke race spoiler. En geloof me, het wordt alsmaar gekker. Gekker. En gek. Kijk aan, jongen. Dat past er niet. Heel de achterbumper is er ook af trouwens dan. Dat was raar. Ik had besloten om volgens mij voor deze te gaan. Deze vond ik op zich wel... We gaan voor deze. Driftwing. Suspension. Natuurlijk verlagen. Transmission. Turbootje. Wheels. Oké, nou... Interessant. Wat gaan we doen met die velgen? Ik denk dat deze allemaal net iets te extreem zijn voor deze auto. Dus wat doen we ermee? Volgens mij heb ik deze velgen ook op mijn andere Skyline staan, die Midnight Purple is. Ik vind dit op zich best wel nice, whatever. Ze zijn een beetje te klein, ik zou ze het liefst wel groter hebben. Maar dat kan niet bij tuners. Tire smoke, ook niet te vergeten. Designs, nope. Nou, ik ben niet zo van die... Oh, bulletproof tires. Ik ben niet zo van die designs, dat vind ik niet zo vet. Blue tire smoke. Windows, oh ja, zeker. Mooi tinten. Voordat wij naar buiten gaan, wil ik eigenlijk nog één dingetje aanpassen. En ik weet niet of dat kon, maar volgens mij wel bij de grill. Dit jaar, ik wil een blauw hebben. Ik vind dat carbon fiber doorlopen, vind ik niet echt passen. Dus, we doen hem gewoon zo. Oh, dat is gewoon hetzelfde. Oké, stok. Ik vind hem zo wat netter. Oké, we gaan naar buiten. Let's go. Laat eens zien hoe dit eruit ziet. Mijn eerste indruk is, mijn Midnight Purple versie vind ik vetter. Maar niettemin is het nog steeds echt een badass auto. Dit is sowieso een auto die ik dadelijk op mijn eigen account ook gewoon ga kopen. Want ik vind hem echt waanzinnig vet. Die velgen zit ik nog een beetje over te twijfelen. De kleur... Ik denk dat ik een Midnight Purple doe. Ik zal jullie even mijn Midnight Purple versie laten zien. Want die vind ik persoonlijk toch denk ik wel iets mooier. Maar het is een gaaf auto. En ik ben eigenlijk benieuwd of hij net zo snel is als de nieuwe Skyline, zeg maar. Want het is eigenlijk een... Het is nog steeds gewoon de R35, zeg maar. Die wij eerder hadden. Dat is het gekke eraan. Oké, weet je wat? Oh, ik moet naar mijn garage. En dan kan ik je trouwens gelijk iets vets laten zien. En dat is een animatie. Dat ziet er echt heel erg gaaf uit. Dus we gaan nou naar, volgens mij, office 3 of... Ik weet niet of hier 2 of 3 stond. Ik gok op 2. Oké, we gaan even kijken. Maar moet je nou eens kijken wat je dan voor animatie krijgt. Dat ziet er serieus sick uit. Je hebt zeg maar zo'n autolift. Kijk. Hoe vet ziet dat eruit, hé? Kijk eens aan. Tada. En hij staat inderdaad naast mijn paarse. Nou, hier is het zo donker, dus hier kun je het niet zo goed zien. Maar deze is... Ah shit, ik heb een zonnebril op. Deze is dus paars. Met een soort van goudkleurige velgen en die andere is blauw. Maar als je het nou zo ziet, hè. Laten we eerlijk zijn. We hebben echt de tuners DLC nodig, hè. We moeten meer van dit soort auto's hebben. Sowieso. Sowieso.
Oké, we zijn weer op deze verdieping. En hier staan dus die andere twee auto's. En ik denk dat deze twee auto's een stuk sneller zullen gaan. Aangezien je deze gewoon hier kan tunen. Je hoeft hiervoor niet naar Los Santos Customs. En deze kun je niet aanpassen bij Benny's. Dus wat we hier kunnen doen is, we kunnen zo. En dan, dan gaan we eigenlijk naar onze eigen garage. Die wij dus in ons, in onze office hebben zitten. En dat ziet er dus ook enorm sick uit. Dus je kan zien heel die vloer en zo kun je aanpassen. Enorm gaaf. Dit is voor de rest allemaal exact hetzelfde. Volgens mij zijn de prijzen ook exact hetzelfde. Bumpers. Wat voor mooie bumpers hebben we hier. Dit is dus een hele oude Jaguar X2020 volgens mij zo. Ik weet niet precies wat ik hiermee wil doen. Ik wil hem niet te gek maken. Ik vind dit eigenlijk al te gek. Die splitter. Ik vind dat deze auto geen splitter hoort te hebben, maar... Whatever, we nemen deze rear bumpers. Ik ben benieuwd of deze auto snel is eigenlijk. Ik hoop van wel. Ik vermoed van niet eerlijk gezegd. We nemen deze. Deze auto heb ik dus nog niet getuned, hè. Dit is voor mij de eerste keer. Die Skyline, daar wilde ik net eerst even gewoon kijken. Ik was zo nieuwsgierig, maar hierbij is dat een stukje minder. Oh, dat is wel gaaf. Dit is gaaf. Je kunt hier dus die motor aanpassen, maar dat kun je ook zien. Dat is gaaf. Wat is het vetste? Dit is standaard. Ik denk wel zoiets op zich. Ik vind dit zo saai. Ja, we gaan voor deze. Valve covers. Oh, dat is ook... Oh, natuurlijk. De motor. Kijk eens aan. Chrome. Natuurlijk. Let it shine. Let it shine. Exhaust. What? Wat is dat nou weer voor uitlaat? Nee, sorry. Weet je wat het is? Ik vind het niet mooi. Ik vind het serieus niet mooi. We gaan voor deze op zich. Deze vind ik op zich wel clean. Wat? Oh, de standard scooped. What the fuck? Dit ziet er heel raar uit, weet je dat? Carbon fiber. Oké, bij die motorkappen denk ik dat wij gewoon voor stock kiezen. Die vind ik persoonlijk het mooiste. Dus we laten gewoon dit erop zitten. Horn, daar doen we niets aan. Lights. Xenolights. Neon, ik ga er geen neon doen. Sorry, ik kan dat niet maken bij deze auto. Plate. Oeh, even kijken. Yellow on black. Respray. Wat voor kleur zou je met deze auto doen? Ik zit eigenlijk te denken aan een geel of zo. Oh, dat grijs is ook wel dol hoor. Dat is ook best wel sick. Rood vind ik meh. Niet zo. Roze is een no-go. Ik denk dat we gaan kiezen voor groen. En je zult je misschien afvragen, Dennis, waarom maak je deze auto groen? Maar dit is volgens mij een ouderwetse Jaguar. En die zijn vaak groen, dacht ik. Dus ik denk dat we voor groen gaan. Ja, we gaan voor groen. En dan doen we hem iets lichter, zodat hij toch een beetje opvalt. Geen crew emblem. Skirts. Oh, die zijn we helemaal vergeten. Oh, er zijn veel skirts. Ook al zie ik letterlijk geen verschil. Vrijwel geen verschil. Er zijn er gewoon 11 verschillende. Met minimale aanpassingen, zeg maar. Oké. We doen deze. Spoiler. Wat doen we met een spoiler? Nope, nope, nope. Ook niet. Ik vind in dit opzicht nog wel... Weet je wat het is? Ik wil eigenlijk geen spoiler op deze auto. Ik vind het... Ja, ik laat hem standaard. Er zit al een klein spoilertje op. Perfect. Perfect, jongens. Als iets perfect is, moet je er vanaf blijven. Turbotje en al. Ja, dit wordt weer het moeilijkste onderdeel. De velgen. Wat voor velgen gooien onder zo'n ouderwetse auto? Ik heb serieus geen flauw idee wat voor velgen ik eronder moet gooien. Dus ik denk dat we maar gewoon iets kiezen. Gewoon omdat ik anders toch hier 10 dagen bezig blijf met zoeken. We gooien dit eronder. Whatever. Wheel color kan niet, want ik heb chrome gekozen. Tire smoke maakt even niet uit. Windows. Zeker weten tinten. Dan zie je de motor niet meer. Dat is ook weer zoiets. Nou ja. Ik doe light. Doen we light smoke. Dan kunnen we toch naar de motor zien. En that's it. We zijn klaar met deze auto. We gaan eens even kijken hoe die eruit ziet. We gaan even naar buiten. Ik ben erg benieuwd of hij snel is. Want hij ziet er snel uit. Maar de vraag is hij dat ook daadwerkelijk? Het is gelukkig nog een soort van licht buiten. Dus we kunnen hem nog aanschouwen. Het begint net donker te worden. Ik vind het serieus echt een gaaf auto. Ik vind het echt een gaaf auto. Ik twijfel nog steeds over een spoiler. Hij kan op zich misschien wel een spoilertje hebben. Maar het is juist
Deze auto staat erom bekend dat hij zo'n rare vorm heeft. Dus ik wilde eigenlijk behouden. We gaan even kijken of hij snel is. Het is toch altijd heel erg moeilijk oordelen of een auto snel is of niet, omdat je het niet echt kan vergelijken. Daarvoor moet je eigenlijk echt een racen of een sprinttijd bijhouden of zo. Hij voelt niet extreem snel aan, om eerlijk te zijn. Ik zou het niet weten. Ik kan het niet zeggen of hij nou heel snel is of niet. Hij klinkt wel lekker. Hij rijdt je ook wel prima. Het is sowieso iets wat je moet hebben. Come on. Dit is iets voor bij de collectie. Maar ja, ik ben dan iemand die eigenlijk elke auto in de game wil. Dus daar gaat het alweer fout. Weet je wat we nou eigenlijk missen in deze game? We missen gewoon nieuwe velgen. We hebben al zo vaak nieuwe auto's gehad en andere shit. Maar we hebben nog steeds geen nieuwe velgen gehad. Dat is iets wat ik echt zo graag zou willen hebben. Want om eerlijk te zijn, zijn er helemaal niet zo heel veel mooie velgen. En ik kies altijd maar een beetje uit dezelfde. Dus ik zou op zich wel graag wat nieuwe velgen willen zien. Maar in ieder geval, wat we nou eerst gaan doen is, we gaan weer terug naar onze garage toe. En dan gaan we die andere auto's proberen. Dus even kijken wat we daarmee kunnen maken. Hier kun je nogmaals de auto aanschouwen. En ik weet niet of ik de enige ben die dat gelijk ziet. Maar de voorkant van de auto lijkt serieus sprekend op een Ferrari 360. Echt waar, die lamp en zo is exact hetzelfde. Maar niettemin, mooi autootje. En dan gaan we over naar de volgende auto. En dat is deze Lamborghini. En dit is de Huracan. En oftewel de Bagassi Tempesta. Dan gaan we deze even tunen. Die velgen trouwens zijn echt bizar. Holy shit. Daar blijven we sowieso vanaf. Die velgen zijn dope. Nou. In een prachtig mooi garage. Op zich wel handig dat je iedere keer naar Los Santos hoeft te rijden. Armor upgrades natuurlijk. Brakes. Bumpers. Oké. Okay. Oh, what the fuck. Dit is wel heel extreem. Al zeg ik het zelf. Oké, okay, we proberen het wel gewoon. Ik ben benieuwd waar hiervan terecht gaat komen. Roll cage. Engine upgrades. Zeker weten. No. Ik vind het extreem lelijk uitlaat. Dat ga ik niet doen. What the fuck? Deze upgrades zijn echt heel erg random. Ik weet niet precies wat ik hier nou van moet denken. Het is echt extreem agressief. Ik zit aan het denken om deze te kiezen. Want deze doet me een beetje denken aan de Sesto Elemento. Nou, maar dat doen. High performance hood. Dan heb je dit. Dan vind ik, nee. Nee. Ik vind die voorbumper nog steeds lelijk. Waarschijnlijk pas ik die zo meteen aan. Ik kan er niet naar kijken. Highlights. Oké. Okay. Of headlights. Highlights zijn wat anders. Headlights. Geen neon. Dat doe ik niet aan bij dit soort auto's. Dat weten jullie inmiddels wel. Mag ik hopen. Yellow on black. Ik heb al een idee welke auto, of welke kleur ik deze auto ga maken. En waarschijnlijk rood. Ik weet niet waarom, ik wil hem rood maken. Looks almost as good as you. Hey, bedankt hè. Op zich is het ook wel gaaf als je dit dan zwart maakt. Dit ziet er serieus best wel raar uit. Ik heb nou mat zwart gekozen. Het is een beetje jammer dat het er doorheen komt. Maar nee, ik hou er niet van. Maar ik wil het even proberen. Ik wil even kijken. Ik was nieuwsgierig. Oké, nou is alles rood. Ik weet niet of het dezelfde kleur rood is. Want er zijn heel veel kleuren rood die exact op elkaar lijken, om eerlijk te zijn. Is het niet familiar? Ik heb geen idee. Ik heb geen flauw idee welke kleur het moet zijn. Ik vind hem nou wel gelijk een stukje mooier eigenlijk. We hebben verder nog meer. Roof. Wat kun je met de roof doen? Oh, los. Wat? Wat is dat voor bizarre antenne? Jesus. Oké, dat doen we niet. Skirts. Oké, dat is niet al te extreem. Doen we mooi zo. Spoiler, dat kan een holy shit. Nope. Een hele grote nope. Oh, deze vind ik op zich wel doof. Ja, ik ga voor deze. Deze vind ik gaaf. I like it. Dat is mooi. We hebben verder eens nog meer. Transmission, natuurlijk. Turbo. Wheels, daar blijven we vanaf. Nee, weet je wat? Deze velgen heb je volgens mij bij high-end in carbon fiber. Ik wil even kijken hoe dat eruit ziet bij... Was dat chrome dan? Maakt niet uit. Ik denk dat je volledig... Ik denk dat je volledig carbon fiber moet gaan. Dat is gaaf. Holy shit. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik vind hem fucking vet geworden eigenlijk. In het begin... ik vind hem nou serieus fucking vet. Misschien dat ik toch nog iets ga doen met die voorpunt. Wil even kijken... Ja.
Aan de ene kant wil ik hem zo laten. Vind ik eigenlijk net iets mooier dan dit. Maar we hebben het al aangeschaft. Ik vind hem fucking vet. We gaan naar buiten, jongens. Laat even zien. Ik hoop dat het licht is. Ik denk van niet. Als het nou donker is, dan wacht ik even tot het licht wordt. Nou, we kunnen trouwens zien. We hebben hier raam, of niet? Kijk, het is pikken donker buiten. Maar ik vind hem serieus fucking vet. Shit, weer een auto die ik moet kopen. God damn it. Het begint eindelijk licht te worden in de game. Jezus, wat duurt dat soms lang, hè? Maar in ieder geval, dit is dus mijn gloednieuwe Pagassi. En ik vind hem serieus awesome. Hij lijkt best veel op die andere Pagassi die we een tijdje geleden hebben gekregen. Maar dan net dat tikkeltje beter, weet je wel. Dus ik vind hem fucking vet. Ook dat zwart en dan dat rood. Enorm vette combinatie. We gaan even een rondje mee rijden. En dan gaan we daarna heel even snel die motor tunen. En dan is het mooi geweest voor nu. Want ik moet zo meteen eten. Dus ik wil het allemaal wel afgerond hebben. voordat ik moet gaan eten. Dus laten we dat snel doen. Auto klikt niet heel erg snel. Ik zit nu al aan de top van mijn toeren. Jezus. Is deze auto nou zo traag? Lijkt het maar. Dat zou zonde zijn. Oké, we gaan even terugrijden. Ik vind het sowieso wel jammer dat ze in GTA heel veel auto's hebben die allemaal hetzelfde klinken ook. Er zijn maar een paar auto's die echt een uniek geluid hebben. En dat mis ik echt. Vind ik zonde. Maar ja, deze auto voelt ook weer niet extreem snel aan of zo. Maar dit is wel een mooie auto om te hebben. Dus ik moet hem weer in mijn collectie hebben. Waarom zijn er zoveel vette auto's? Waarom? Ik moet nog steeds auto's kopen van oude DLC's. Dus niet echt handig. Maar we zetten deze weer mooi hier in onze garage. En dan pakken we onze motor. Gaan we die tunen bij Benny. We kunnen hem hier tunen. Ik ben heel erg benieuwd. Als wij hem hier tunen. Of we dan ook die Benny zijn... Oh mijn god. Je hoeft helemaal niet naar Benny te gaan. Je kunt het letterlijk hier doen. Wat? Je kunt hier... Oké, whatever. We gaan dit ding even aanpassen. Are you sure? Yes. Oh, nou wordt hij zo. Oké. Compleet anders. Dat is hij zeker. Maar dan weet je dat dus ook voor die Skyline. Dat kun je dus hier doen. Dan hoef je niet helemaal naar Benny te rijden. Dat vind ik persoonlijk best vreemd. Want ja, dan gaat Benny failliet. Maar Seats. Die motors kun je echt zo ver uitbreiden. Hè? Dat is echt zo awesome. Het punt is alleen, ik heb niks met motors. Dus ja, het doet me niet zo heel veel. Fuel tank. Je herkent gewoon heel die motors niet meer. Zoveel wordt eraan aangepast. Ik vind deze wel leuk. We doen deze. What the fuck? Dit doet me denken aan Iron Man. Wauw. Ik vind deze wel grappig. Een Iron Man motor, jongens. Frame. Zelfs het frame kun je aanpassen. Rood. Mudguards. Waaah? Dat is zo raar. Oké, we doen dit. Ik probeer hem gewoon zo gek mogelijk te maken. Het gaat er ook niet eens meer om of het mooi is of niet, hè. Even dat je dat realiseert. Maar dan had je waarschijnlijk al door. Want ik kan er niks van. We doen hem zo. En, wauw, je kunt zoveel aanpassen. Het niet normaal. Full chrome. Dat ding daaronder kun je zelfs nog veranderen. Zo. AMS upgrade. Exhaust. Oké, dit is dus daaronder. Wauw. Dit is wel heel gekke. Oké, we doen deze. Hoorn, dat doen we niet. Volgens mij zijn er trouwens geen nieuwe hoorns. Ik kan even kijken. No. Er zijn geen nieuwe. Oké, dan weten we er ook weer. Snel erheen. Interior, light color. Waarom kun je dat zo moeilijk zien? Je kunt de kleur van dat ding veranderen. Raise yellow. Waarom? Ik heb geen idee. Ik heb letterlijk geen idee wat ik aan het doen. Xenolite. De liveries. Daar ben ik wel benieuwd naar. Liveries op motors zijn vaak al vet. Oeh, juist. Juist. Er zitten wel zeker... Oh. Er zitten wel zieke dingen tussen. Flames. Nah. Ik ben niet zo van de vlammen. Ik pas. En wat is dit? Industrial cog. Ik kan het heel moeilijk zien. Vrijwel niet zelfs. Ik denk dat ik voor deze... In het geel. En dan... Oh no.
En dan de rest van de motor een andere kleur geven. Transmission moet ik trouwens aanpassen. Turbo. Wheels blijven knaf. Respray. Ik wil even kijken of ik die kleur. Nou bekijken we zoiets van, nee, het ziet er niet uit. Het klonk zo mooi in het begin. Het leek zo mooi. En dan zie je dit en dan denk je, wat heb ik gedaan? Nou, we doen dit wel. Raise yellow voor de secondary color. Oké. Ik vind hem op zich nog niet heel erg mislukt. Hij is niet super mooi of zo. Maar het kan ermee door. Het kan ermee door. Trim color, wat verandert er dan? Oh, dat is mijn zitting. Die moet dan eigenlijk ook geel zijn, hè? Waar staat yellow? Yellow, yellow, yellow. Waar staat yellow? Raise yellow. Ja. Meh. Ik heb denk ik te weinig verstand van motors. Ik heb maar wel gekozen. We gaan hem maar eventjes gebruiken. Even kijken of hij rijdt. Ik denk van wel. Maar alle motors zijn voor mij exact cel. Echt waar. Oh, we moeten naar buiten. We zitten nog steeds binnen. Hup, naar buiten. Oké. Ik kies een keer om een motor te kiezen. Regent het. Fantastisch. Ik ben benieuwd of deze motor sneller is dan die andere motor. De, hoe heet die ook weer? Die standaard motor die iedereen heeft. Ik heb geen idee hoe die motor maar heet. Maar je weet wel wat ik bedoel. Die standaard motor die iedereen in zijn garage heeft staan. Ook dit ding voelt niet echt snel aan. Eerlijk gezegd. Valt een beetje tegen. Ik vind hem op zich wel gaaf. Het is dat het ding waarschijnlijk weer veel te duur is. En volgens mij viel de prijs best wel mee. Maar als je hem helemaal gaat tunen, dan ben je natuurlijk altijd heel erg veel geld kwijt. Dus ik pas bij dit ding, maar ik vind hem best vet. Hij ziet er best vet uit. Als ik nou echt een limited geld zou hebben, zou ik hem kopen. Heb ik helaas niet. In ieder geval, ik ga snel terug naar mijn office. Het regent pijpen stelen. Dus snel naar binnen. Snel droge kleren aan. En dan sluiten we deze video af. Dit was dan weer de eerste video van de GTA CEO update. En er komen vandaag sowieso nog meer video's hiervan online. Dit waren gewoon de normale voertuigen, zeg maar. En je hebt natuurlijk ook nog de Pegasus voertuigen die ik jullie nog ga laten zien. Dat zijn al die Ramcars en al die andere gekke dingen. Dus daar komt sowieso vandaag nog een video van online. Verder rest zal ik misschien nog een video maken van hoe je dus deze garages kan krijgen en de nieuwe kleding en zo. En naast dit alles komt er ook nog een nieuwe Forza video online en dat is van de Snow DLC. Dus er komen heel veel video's vandaag online. Dus hopelijk zie ik jullie vandaag nog terug bij een nieuwe video. Dus tot dan en houdoe.